Welkom bij het nieuwe seizoen van Een Huis Vol. Kom maar allemaal naar binnen. Vorig jaar zagen we hoe Rob en Tyla Buddenbrück met hun 10 kinderen op zoek gingen naar een familiehuis in Duitsland. Kunnen we het huis in Nederland opgeven? Dan hoef je hier niet, daar te blijven. Vlak hier aan de grens, ja. En met succes, want dit seizoen verhuist de hele Buddenbrück-bende naar een Rian Droompaleis net over de grens. Welkom in Duitsland. Het voelt echt lekker. Het is nu echt van jou. En zo'n nieuwe woning biedt natuurlijk veel mogelijkheden voor nog meer kleine Buddenbrückjes. Kijk, hier staat dus, heel duidelijk. Dit seizoen maken we ook kennis met maar liefst 2 nieuwe gezinnen. Het samengestelde gezin Kraan uit Boskoop. Ja, het is niet altijd vanzelf gegaan. En als ik dan inderdaad kijk nu met zoveel kinderen. Dus niet allemaal van dezelfde ouders, maar ze horen allemaal bij elkaar. En het wordt stiefbroer en stiefzus. En halfbroer en halfzus komt in dit gezin niet voor. Ja, denk ik dat wij best wel iets unieks hebben met elkaar en dat we daar ook wel heel trots op mogen zijn. En we volgen het wel en wee van de familie Jelies uit Tollebeek. Johan, Janneke en hun 8 kinderen zijn christelijk met een reformatorische achtergrond. Allemaal stil, allemaal handen samen. Onze Vader, die in de hemel is, uw naam worden geheiligd. Amen. Ik ben er wel van overtuigd van als wij dit niet aankonden, dit grote gezin, hadden we niet gekregen. Dat denk ik wel zeker. In Limburg hebben Tyla en Rob Buddenbrück groot nieuws. En dat willen ze natuurlijk graag met hun 9 thuiswonende kinderen delen. Ik ben wel een bank. Mogen jullie over de nieuwe bank heen lopen? Nee. Maar al die kinderen moeten alleen nog wel even verzameld worden. Niet aan me springen. Je meisje. En de vraag is dan hoe je ervoor zorgt dat al die stuiterballen even rustig gaan zitten. Ga mij niet uitdagen. Rob en Tyla hebben een taart laten maken. Met daarop een foto van de grote verrassing. De vraag is of die kleintjes kunnen raden wat het is. Oh, kijk. Zetten op de bellen. Ik wil alleen dat draag. Ik kan niet laten meer eten. Ik laat dat zien. Ja, ik laat jullie zo zien. Let op, even kijken. Hoe gaan we dat doen? Ik kan ze ook gewoon laten zien, kunnen ze raden wat het is. Is dat misschien een idee? Ja, dat kan ook, maar dan doe je eerst even de kleintjes. Als ik nou hier langs loop, gaan jullie zeggen wat het is? Is dat wat? Ja! Ja! Dit is een auto! Ja, wat is dit dan? Wat staat hier? Ons echte wonder. Ja, wat zou dat betekenen, denk je misschien? Een auto. De elfde auto. Nee, ik heb geen 11 auto's, Jan. Okay. Wat zie je daar? Hier. Je ziet het nog niet heel goed. Maar kijk eens daar. Jullie krijgen nog een broertje of zusje erbij. Mama is zwanger, ja. Kijk, jullie nog een broertje of een zusje? Ben je zwanger? Ja. En er komt een 13e. Nee, er komt geen 13e. Zit de baby nog erin? Ja. Het kan altijd zo zijn dat iedereen vindt het leuk, maar je hebt ook sommigen die denken misschien van ja, veel broertjes, zusjes, wat moet het ermee, weet je wel? Oh ja, dat wil ik wel even uitleggen. Heel leuk. Is het niet te druk dan? Allee. We gaan blij, mama. Ik ben heel blij. Nee. Heel blij? Ja. Wij zijn ook wel blij. Ja. Mama. Oh, sorry. Dus ja, allemaal in mijn hoofd. Ja. We kregen een drukjaar. Ook oma Astrid moet natuurlijk weten dat er een 11e Buddenbrückje op komst is. Hallo. Hallo. Hey, schatje. Wie is dat, oma? Oh, dat is mij. Zeg even hi. Wat wil jullie oma vertellen? Ik heb een nieuwe baby. Wat krijgt mama? Een nieuwe baby. Oh ja? Ja. Ik heb dat altijd gezegd, nummer 11 komt ook. Die kleintjes waren helemaal happy. Ja, dat geloof ik ook. Die waren nog blijer dan ons. Hey, it takes two to tango, hè? Ja, maar ik moet nog dienst. Ja, bankdienst, ja. Alles maar erop en eraan zit en gezond dus. Dan maakt het niet uit of het een meisje wordt of een jongen. Maar naast alle feestvreugde zijn er ook zorgen over de gezondheid van Tyla. Zwaar worden, denk ik. Je baby zit echt niet. Je
Bij Sjale was het ook al zwaar. Zeg, van je lichaam. Een babytje is... Ik word 41 als de kleine geboren. Een baby pakt energie natuurlijk. En ja, als je dat samenpakt en je kijkt naar de laatste twee, drie zwangerschappen, dan ging het gewoon slecht. Ja, die van Sjale ging het slecht. Ook ja, dus zwart. Ja, dus, ja. Dus daar moet je wel rekening mee houden. Ja, wat vind jij er eigenlijk van zo? Een worstig wachten. Ja, maar is het niet bewust? We hebben niet bewust gezegd van, we willen nog een kleintje. Ja, dat weet ik niet. Dat kan ik gewoon niet ruiken. Nee, oké. Het is wel leuk. Alleen niet in dit huis. Dit huis, dat gaan we niet wonen. Nee, dat sowieso niet. Maar daar zijn we mee bezig, hè? Dat weet je. Ja, dat weet ik. Dat is nog een kwestie van een paar maanden zijn we hier weg. Mag ook wel. Adam, het is al te klein. Nu al. Het huis is heel te klein. Tot nu toe herbergt dit volle huis vooral heel veel jongetjes. Rob heeft al een theorie wat het geslacht van de nieuwe telg zal zijn. Ik vermoed een meisje. Ze zeggen, meisjes neem je schoonheid en jongens geef je schoonheid. En omdat dat mama is niet bezig met haar uiterlijk zo op zich, meer met het functionele, zou ik op basis van die statistiek, op basis van dat stukje zou ik zeggen, een meisje. Het kan allemaal hocus pocus zijn. Het kan een fabel zijn, maar het kan ook wel zijn. Ik vermoed een meisje, maar ja, goed, voor mij belangrijk gezond. Krijg een theetje van je moeder, hè? Omdat ik jou zie. Ik zit daar. Jenny, jij groene thee, hè? Ja. Ik doe zo gewoon thee. Oh, koffie? Ik heb jouw thee. Nee, doe maar. Nee, ik heb koffie. Jij hebt jullie zwangerschap amper koffie gedronken. Ja, toen moest ik het niet. In Tollebeek woont de familie Jelies. Johan en Janneke hebben 8 kinderen. En een deel daarvan komt net thuis uit school. Welkom in Tollebeek. Wij zijn de familie Jelies. Ik ben Jenny Jelies en ik ben 12 jaar. Ik ben Aide Jelies en ik ben 11 jaar. Ik ben Jantine Jelies, ik ben 9 jaar. Ik ben Albertine Jelies en ik ben 8 jaar. Ik ben Hardy Jelies. En ik ben 5 jaar en ik word 6. Hoi. Ik ben Carolien. En hoeveel jaar ben jij? Ik ben 3 jaar. Dit is Janna en ze is 1 jaar. Nou, dit is Willine. Die is de nummer 8. En ze is... 2 weken, toch? Nee, ze is nu 10 dagen, ja. 10 dagen oud. Een groot gezin betekent ook dat er al snel ruimtegebrek is in huis. Hoe doen de Jelies dat bijvoorbeeld met hun ene zoon en 7 dochters? Mijn vader en moeder staan er. En dan hier staat de baby. Kijk, deze is voor de baby. Ja. Dit is mijn kamer. En dit is Kaas en zijn vrienden. En hier slaap ik op, maar ik weet niet wie deze hier neer heeft gezet. Mijn vader zegt, als je uit bed komt, moet dit alvast klaar neergelegd voor school. En hij mag niet op andere meidenkamers komen, want dat is denk ik prima. En meisjes mogen niet op jongenskamers komen. Dit is de badkamer. Ja. Ja, dit is de bad. Ik ga hem even aanzetten zo. Nee! Moet je 5 minuten douchen. Alleen, je mag ook korter natuurlijk. Het kost veel meer geld als je een uur gaat douchen. Want wij zijn met heel veel. Dit is dan Jannes kamer, de ene jongste. Harry, ga er eens uit. Dit is Caroline in mijn kamer. Hier slaapt Caroline. En hier slaap ik. Harry, jij mag hier niet komen, hè? Maar mag ik niet vertellen? Het is mijn kamer. Ik ga mijn kamer dan. Dit is een beetje een soort van ja, oude kleding. Urke jurkjes doen we meestal aan op Urke dag. En iedereen heeft er een. Dit is mijn kamer. Hier zo is mijn bed. Dit zijn mijn kleren voor morgen. En dit moet ik nu opruimen. Ik vind het altijd heel gezellig op deze kamer. Ja, dit is dan Albertine in mijn kamer. Daar staat Albertine. En hier slaap ik. En die beer heb ik al sinds toen ik ben geboren. Dit is de Lego-kamer. En dit heeft mijn vader allemaal gebouwd voor ons. Genoeg ruimte voor iedereen dus. Maar tijd met elkaar is ook belangrijk. Dus iedere middag drinken ze samen thee. Hoe was het op school? Cool.
of goed? Goed. Dit doen we dus gewoon iedere middag eigenlijk. Als het toelaat. Dan proberen we wel met als gezin, al is het maar 5 minuten. En ik doe sowieso iedere dag even een bakje koffie met mijn vrouw. Om even bij te praten. Dat we weten waar we in staan, wat voor situaties er komen. Met voetbal, met hun hobby's of met boodschappen doen. We weten alles van elkaar. En daarom is dit, en voor de kinderen is dit ook heel belangrijk. Janneke komt uit Urk. En daarom doen ze sommige dingen in dit gezin net even anders. Ik had een 8 voor verkeer. En ik had die toets had ik vandaag. De kinderen noemen ons vader en moeder. Dat is een beetje vanuit Urk, traditie. Die zeggen vader of moeder. En nou, mijn vrouw is een Urker. Ja, en ik denk dat vader en moeder vind ik heel mooi klinken. Nou, moe. Anne, rustig aan. Anne, kraan. Even rustig aan. Niet heel tijd duwen. Ook nieuw dit seizoen is het samengestelde gezin Kraan. Ik ben Ivan, ik ben 44 jaar. Ik ben Linda en ik ben 39 jaar. Ik ben Sam, ik ben 15 jaar en ik ben de zoon van Ivan. Ik ben Marleen, ik ben 18 jaar en ik ben de oudste dochter van Linda. Ik ben Quinten, ik ben 15 jaar oud en ik ben de zoon van Linda. En Ivan en ik zijn 12 jaar samen en wij hebben nog 4 kinderen samen. Ik ben Sam, ik ben 10 jaar oud. En ik ben Julia en ik ben 7 jaar. Ik ben Anne, ik ben 3 jaar. En dit is Olaf, hij is 2. Leuk! Zo net voor het avondeten is het gezin bijna compleet. Alleen Sam, de 15-jarige zoon van Ivan, is nog bij zijn moeder. Ivan werkt fulltime, maar kan thuis ook aan de bak voordat ze aan tafel kunnen. Dit is wel echt goed, ja. Iedereen is thuis en iedereen... vooral voor de kleintjes is het altijd om een rotmomentje tussen 5 en 8, want dan worden ze moe. En... wat Olaf een beetje irritant. Ja, even juilen. In de keuken staat Linda er alleen voor. Ik kook eigenlijk altijd. Ik ben ook altijd thuis. Het is niet echt mijn hobby, maar Ivan werkt en die is vaak heel laat thuis. Ik heb wel eens hulp. Vincent heeft ook wel eens een poosje gehad dat hij ook wel eens kookt. Dat vond hij heel leuk. Maar ik vind het dan vervelend om het aan ze te vragen. Want dan staan ze vaak alleen maar eigenlijk in de keuken te hangen. En dan denk ik, nou, dan doe ik het zelf al net zo snel. Ik help mijn moeder nooit met koken. Nee. Mijn moeder is heel erg netjes op zichzelf. En als ik kook, dan laat ik het voor haar nooit netjes achter, zegt zij. Nou, ik vind ze niet wel vaak geholpen. Ja, maar dan heb ik wel eens gevraagd of ik pasta mag maken. Maar dan mag ik van jou gewoon niet. Ik weet niet wat dat is. Maar ik vind ze het wel een hele ga ik ook een keer pasta maken voor jou, als je het aandurft. Ik kook eigenlijk bijna nooit. Ik bak af en toe wel eens patat of zo. Maar meer niet, daar houdt ze wel een beetje behulp. Het is bijna tijd om aan tafel te gaan. En dan kan het in een groot gezin zomaar zijn dat er schoolzaken besproken moeten worden met een 15-jarige puber. Had jij mevrouw van den Burg nog gesproken? Ja, zij heeft mij gebeld, maar mijn telefoon viel af. Oh, dus je hebt haar niet gesproken? Nee. Okay. Is dit mij gebeld? En jij gaat naar klas 4D in plaats van 4C? Nee, echt. Want mevrouw van den Burg is daar de mens af van. Ja. Dat vind ik dus echt niet leuk. Nee, dat vind ik niet leuk. Ik ga een 4. Ja, het zijn allemaal andere leerlingen. Allemaal wel. Het is maar 7 maanden. Ja, 7 maanden in de rotklas. Daar is echt over nagedacht. Ja, ik vind het echt niet. En nu heb ik kind te negeren. Doei. Ja, nee. Wacht even. Als je s'avonds aan tafel zit, dan heb je eigenlijk op het moment dat je met kinderen dit soort schooldingen kan bespreken. Dus Stan en Julia vertellen vaak het een en ander over school. En ja, dat doen de anderen ook. En eigenlijk is het dom van mij dat ik er nu net over begon, want dit van Quinten ligt heel gevoelig. Aan de andere kant hoort het er ook bij. En meestal moet het toch aan tafel wel dat soort dingen besproken worden. Want het is het enige moment eigenlijk dat wij met z'n allen aan tafel zitten. Eet smakelijk allemaal! Voor
voor de 100.000ste keer niet gillen. Niet gillen. Johan, wat geef je aan? Een beetje sinaas. Ja, dat kan toch niet? Jawel, dat kan wel, zat. Ik ben er niet mee, zeg. Dat is niet zo goed voor de tanden en de... Oh, wat slecht. Auw, wat is dat slecht? Nou, vind ik ook, hoor. Ik vind het mega slecht. Wie geeft er nou een kind sinaas in de fles? Dat moet je niet meer doen, Janneke. Zo. Zeg, mijn stoute vader. Hé. Hey. Stoute vader, hè? Heb je je zogenaamde ranja op? Ook in Tollebeek is het tijd voor het avondeten. En met 8 kinderen moet je soms praktisch ingesteld zijn. Nou, even stampen. Heel vaak stampen we omdat 3500 man altijd vraagt... Wil je even prakken? En dat, dan is dit makkelijker. Eerst binnen, Harry. Even wachten, we gaan zo even binnen. Hey, allemaal stil, allemaal handen samen. Dus... Goed zo, Jana. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw geschiedenis gelijk in de hemel, zo op deze aarde. Geloof is bij ons, staat eigenlijk op nummer 1. Daar staan we mee op en dan gaan we mee naar bed in principe. Dat is eigenlijk wel de uitgang van ons leven. Hé, Janneke? Zoals aan tafel nu. We beginnen met gebed. We lezen na het eten. We danken na het eten. Je moet het door. En vanavond op bed hebben ze ons avondgebed. Tot ze weten van, hé, hey, de Heer heeft ons weer bewaard deze dag. En dat vinden we, nou ja, dus gewoon een draad in ons leven van... God is altijd bij ons en beschermt ons, bewaart ons. We kunnen niks uit onszelf. Ik ben er wel van overtuigd van, als wij dit niet aankonden, dit grote gezin, hadden we het niet gekregen. Dat denk ik wel zeker. Jezus is de goede hart. Mama. Goed zo. En na de samenzang is er na het avondeten ook tijd om lekker buiten te spelen. Ja, lief. Arda, let even op. Jan, ik wil even een broek aan doen. Doe je even een broek aan, ja. En dan... En nog een bal voor Karim pakken. Juist. Wij zijn ook wel reformatorisch opgevoed. En wij hebben onze kinderen ook op reformatorisch onderwijs. Dat vinden wij heel belangrijk. Op de lagere school dragen ze reformatorisch wel allemaal een rok. Maar wij zelf persoonlijk hechten daar niet zo heel veel. Dat maken wij zelf niet zo'n veel probleem van. Ik heb heel veel kinderen in mijn klas. Die mogen echt geen broek dragen. Die zeggen dan echt van, ja, sorry, maar ik mag gewoon geen broek dragen. En als dan de rest van de klas wel met een broek komt en zo... dan is dat weer een beetje, nou ja, niet echt leuk voor andere kinderen. Maar soms denk ik ook van, ik wil ook wel graag een broek dragen. Maar ik vind wel dat ze op een gegeven moment op een leeftijd zijn... dan moeten ze het zelf maar uitzoeken eigenlijk. Want wie zijn wij om onze kinderen bij bepaalde dingen te gaan zitten dwingen? Ik denk dat haverrechts werkt. In Boskoop is de familie Kraan ook klaar met het avondeten. Alle kinderen van 10 jaar en ouder hebben iedere avond een taak. We hebben een heleboel afval staan. Dat krijg jij niet alleen mee, dus gaat Stan even mee. En Marlin helpt mij even in de keuken. Stan, kan je even die zak pakken in de schuur dat je hebt plaatsleggen daar? Hoezo moet ik dingen mee? Ja, maar waar is Stan? Ik vind het belangrijk dat zij helpen, omdat ze, als ze later volwassen zijn, dan moeten ze het ook zelf doen. En als zij in huis nooit iets hebben gedaan, dan denk ik dat ze later, als ze op zichzelf gaan wonen, dat ze dat niet gewend zijn, dat ze het niet kunnen of niet willen. Dus ze hebben niet echt hele zware taken, maar eigenlijk wel deze dingen, ja, dat geeft niet. Ja, het zit vast. Haal het zakje er maar uit. God. Maar in principe vind ik gewoon, als iedereen een taakje heeft, dan doe je met elkaar. Dat zeg ik ook altijd tegen de jongens. Als iedereen gewoon een taakje heeft, zijn we gewoon allemaal 10 keer zo snel klaar. Dan hebben we allemaal ook wat meer aan de avond. En als ze later volwassen zijn, in de jongens het geval, zijn de vrouwen super blij. Zijn ze me eeuwig dankbaar, denk ik. En ik denk Marlins partner later, Joost, dat hij mij ook eeuwig dankbaar zal zijn. Want als ik jou niks zeg, doe je ook niks. Hé Marlin? Hé Marlin? Napa. Ja, waarom knop je nou dicht dan, mama? Nee, je hebt daar niet meer. We pakken het toch schoon, hè? Oh ja. Van het spul buiten. Ja, vergeet dat toch.
Ja, daarom kan ik ze teruggeven. Terwijl de tieners aan het werk worden gezet, krijgt de tweejarige Olaf potjestraining van Ivan. Wil je potje plassen? Nee. Wil je een potje plassen? Nee. Zo. We gaan nu alleen nog net teruglopen. Inderdaad. Dit is afval van de anderhalve dag. Dus, Nee, wacht maar, we doen even nog twee keer. Ik doe dit eigenlijk altijd omdat mijn ouders vinden dat ik dan even uit huis ben. Dat vinden ze fijn. Dat vat ik niet op als een compliment. Ik kan het. Nee. Oh, je gaat lekker mee. Zeker. Hij is graag. Hi. Oh. Het is me een beetje net zo spannend. Ja, okay. Ja. Ik hoop dat alles goed is. Tayla heeft afgesproken met haar beste vriendin Miranda. En ze gaan samen naar de verloskundige voor een echo. Omdat er tijdens een eerdere controle iets bijzonders is ontdekt. Cappuccino valt me al een paar dagen niet. Nee. Papa maakt mij cappuccino. Ik kreeg niet weg. Ik zeg, sorry, drink maar op. Ik kreeg niet weg. Misschien vanwege de hormonen. Heb ik nooit gehad. Bij alle kinderen niet. Ja. Heb je deze... Ik hoop gewoon dat het er twee zijn. Ja. Ja. Ik stuurde jou die foto, de echo. Zonder erbij te zeggen dat de kans was dat er twee waren. En jij zag het direct. Tuurlijk zie ik dat. Hallo. Je gelijk. Tweeling. Ik zag hem meteen en ik dacht... Iedereen heeft zorgen en dat is ook zo en dat is ook wel terecht dat iedereen zorgen heeft, want de laatste zwangerschap van Charlotte was en de bevalling was gewoon heel zwaar. Dagen ben je kapot geweest en als het er twee zijn... Precies. Ik ben er ook. Ik kom, ja, dat weet ik. Ik kom je ook verzorgen. Dat weet ik. En dan is het de hoogste tijd om naar de verloskundige te gaan voor het verlossende woord. Ik vind het wel spannend te worden. Ja, heel spannend. Ja. Ik heb kriebels in de buik. Ja, ik ook. Mm-hmm. Precies dat. Ik noem me Shami. Ja. Daar gaan we maar eens liggen. Daar zit het kindje. Maar dan zie je gelijk wat Stephanie ook ziet. Ja. Dit hier zo daarnaast. Ja, want dat is dat was, een van ja. de dingen dat je denkt, van, ja. zo, dat kan, hè? Het lijkt wel of het een tweeling in aanleg is. Maar je hebt geen bloedverlies gehad, nee, hè? Nee, nee. Maar daar zit geen kindje in, dus het zijn er geen twee. Oh. Het is echt alleen maar vocht, zeg. Ja, ja, ja. Gaat ie? Joep. Geen tweeling dus. En Tayla is daar best teleurgesteld over. Beetje verdrietig. Ja, 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 misschien wel. Ja. Misschien wel. Tuurlijk. Ja. Nou, ja. Oorbellen. Ja, joh, die is over. Ja. Ja, hallo. Hallo. Hoi, hoi. Wat een kabaal. Wat lief? Wat een kabaal. Ja, dat mocht zwijgen. Ik kan niet uitzetten. Ja. En dat is er eentje. Ah, mooi. Nou, wat vind jij ervan dat het eentje is? Ja, dat is gewoon dubbel. Staat je wel een beetje erop in dat het wel twee kunnen zijn, hè? Nou. Sukkel. Ja. Ja, nee, is goed. Nou, dan ga ik verder. Is goed, jong. Oké, hou van jou. Hou van jou. Hoi, hoi. Doei. Voor Rob is het een opluchting voor mijn gezondheid. Ja, want dan heb je toch meer kans op een vroeg geboorte. En die heb ik sowieso al. En dan is het wat meer. Ja. Dubbele zorgen dan. Ja. Bij het samengestelde gezin Kraan komt de 15-jarige Sam thuis. Hij woont een deel van de week bij zijn moeder en het andere deel bij Linda en Ivan. Sam er weer, hè? Heb je gemist?
De drie oudste kinderen zijn niet van Linda en Ivan samen. Sam heeft dus een andere moeder en Quinten en Marlin hebben een andere vader. Het zit in ons gezin wel een beetje ingeburgerd dat ze weten dat Sam er niet altijd is. Maar ik vind het soms wel eens moeilijk of lastig. Vooral op momenten dat je bijvoorbeeld een jarige hebt hier en Sam dan net naar zijn moeder gaat. Want ja, soms valt het gewoon zo qua dagen. Dan vind ik het wel eens zielig dat ik denk van ja, het is voor Sam niet altijd even makkelijk. En ook voor onze kinderen dan niet dat hij weggaat. Quinten is ook wel weg. Bij Quinten is het natuurlijk veel minder frequent, omdat zijn vader woont in Twente. Dus het is 2 uur rijden, dus dat doe je niet even een weekendje. Marlin heeft een andere vader dan Quinten. En Marlin heeft met hem eigenlijk helemaal geen contact. De vader van Quinten kent zij ook vrij goed. En die heeft ook wat meer een vaderrol gehad in haar leven. Dus de biologische vader, om het maar zo te noemen, daar heeft Marlin eigenlijk helemaal niks. Verder geen contact meer. Hoi. Hoi. Hoe is het? Goed hoor. Ja? Mooi. Is het goed na alle toestanden van vorige week op school? Ja, ik heb alles gewoon netjes ingeleverd. Ja? Ik had mevrouw van Burg toevallig nog aan de telefoon vandaag. Over mij? Ja, dat jij er heel hard aan moet gaan trekken. Toch? Nou, met je cijfers en zo. Want is het niet goed? Ja, ik denk dat jij wel weet hoe het zit. Nee, ik zou heel tekort. Ja, het fijne weet ik er niet van, maar ze zei dat jij wel wist hoe het zat met bepaalde dingen inleveren en... Ja, vooral met zekerheid. Ja, dus hoe moet ik dat nu nog regelen voordat we op vakantie gaan? Ik ben even aan het praten, oké? Sorry. Ja. Even een serieus dingetje. Dat hoort er ook bij, daar kan ik niks aan doen. Sorry. Ja. Hij gamet heel veel. Hij gamet een beetje te veel met lessen en daardoor krijgt hij... Hij heeft HAVO-niveau en toen heeft hij een iPad gekregen en toen heeft hij alleen maar open gamen. Waardoor hij eigenlijk krap aan 5,5 en 6 haalt en daardoor zit hij op GL. Maar ja, als hij een klein beetje eraan trekt, dan haalt hij wel een 7. Maar als ik er een beetje aan trek, dan haal ik alsnog een 5. Dus daardoor stroom ik af en hij niet, want ik ben ook gewoon een gamer geweest. Wat doen we er nou in de moederkoffie, hè? Nou, dan even een puberakkefietje nog, hè? Ja, akkefietje inderdaad. Nee. Soms wel. Nee, dat is nu net. Het is hartstikke net. Ja, Quinten is jaloers. Kom hier! Kom hier! Ja, je bent een beetje jaloers, hè? Dat ik samen kunnen fungeren. Dat kan je niet zeggen. Nee. Gatsie daar. Grapje. Kom hier. Oh, ik ben een jaloers mannetje, hoor. Het hele gezin is weer compleet. En terwijl Linda en Ivan de jongste kinderen naar bed brengen... trekken de twee pubers zich samen terug op hun kamer. Ah, wat zonde, man. Ik dacht echt dat ik echt goed was nu. Ik ben wel beter. Jij bent niet beter, je bent slecht. Nee, ik ben veel beter. Nee, ik ben echt slecht. Hoe zit jij, hè? Mama houdt van jou. Houdt van jullie. Slaap lekker. Stel gaan even hier slapen. Slaap lekker, lieverd. Ah, we hebben verloren. Dat is echt slecht. En hoe is het boven op zolder? Gewoon zoals altijd. Ze mogen er even op blijven. Ze mogen er even op blijven. Wij zijn niet zo strikt van het 7 uur op bed. Wij... Nee. Dat kan haast niet. Ik ben zo'n avondmens. Ja, ze hebben gewoon daar ook wel een beetje mijn genen in. Ik ben altijd pas om 6:30, 7 uur thuis. Ja. Anders zou ik altijd alleen eten als Linda al vroeg de kinderen op bed. Dan zou ik nooit kinderen zien. Wat is dat vast? Ja, gaan jullie lekker naar bed? Sam. Ja, rusten. Morgen moeten we om 10:45 op school. Hey, liggen PlayStation controls beneden? Oh, ja. Telefoons, iPads. Nou, nee. Die nog even ophalen en dan ga je lekker slapen. Ja. Ja, doen we. Ja? Tot morgen. Dat lekker. En dan kan voor Linda en Ivan de avond beginnen. We sturen op een gegeven moment wel de pubers naar boven, omdat wij ook even nog samen willen zijn. Omdat we eerder een relatie hebben gehad, weten we... Dat je echt dingen samen moet blijven doen. En soms hebben Ivan en ik ook wel eens dingen dat je even ergens over wil praten... waarvan je denkt van, nou ja, dat hoeven ze niet per se te horen. Dus dat vind ik wel belangrijk. Een relatie moet je echt aan werken. Dat is wel een les die wij hebben geleerd uit ons verleden. Dan lopen we rond en ik luister en ik knik en dan zijn we weer thuis. Echt erg, jij. Ja, sorry. Ja. Ja, ja. Ja, toch hou ik wel van hem, ja. Ja. Soms haat ik hem ook, hoor. Ja, dat klopt. Morgen in een huis vol. Krijgt de familie Buddenbrug de sleutel van hun nieuwe droompaleis in Duitsland. En dit is alleen maar de gang, jongens.
Als ze hier een stoppertje gaan doen, dan zijn ze dagen zoek. Goedemorgen, Stan. Lekker geslapen? Het samengestelde gezin Kraan bestaat nu uit 7 kinderen, maar of het daarbij blijft... Ik wel. Zijn we 10 in huis. Oh, gadverdamme. Ja, ze zeiden nog... Ja, als ze mooi wordt het al. Als hij naar een kindje komt, nemen we er nog eentje, zei ze op een gegeven moment. Nou, ik zei nee, doe maar helemaal niks. Ik hoef helemaal niks meer. Pak even een chips wat jij lekker vindt. Nou, leg in je karren. Ja, dat doen we er maar in, toch? En de Jelies gaan boodschappen doen. En dan komt zo'n groot gezin goed van pas. Allemaal meehelpen, kom op. Albertine, lopen, aanrecht, koelkast.